jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van Vintage Battle op Dinet TV. Ik ben Lemay. En ik ben Soline. En vandaag zijn wij bij Rattenplan om een tweedehands outfit voor elkaar uit te kiezen waarin je lekker kan chillen. Ja, want het thema van vandaag is een chill outfit. Bijvoorbeeld een joggingpak of gewoon iets waar je lekker kan chillen. Yes, en heb je er nou al zin in? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren en laten we snel beginnen. Yes! Nou, zoals jullie kunnen zien staan er allemaal kopjes voor ons. En onder deze kopjes staan briefjes met een opdracht erop. Bijvoorbeeld een kleur, of een accessoire, of nou, een item wat je per se in je outfit moet verwerken. Ja, het is natuurlijk super spannend, want het kan ook nog best wel lastig zijn. Maar ik denk dat ik het eerste kopje ga pakken. Deze. De kleur blauw! Denk je? Nou, daar kan je wel wat mee. Nou, ik zie alleen maar grijs. Nee, hier kan je wel wat mee. Ik hoop het. Ja, vast wel. Oké. Want in principe als je al blauw sokken hebt... Deze. De kleur wit. Cute. Oh, dan gaan we allebei een andere kleur. Dat komt goed. Dat is leuk. Ik hoop het. Okay, ik denk dat het zo goed komt. Ja, toch? Let's go. Oké, succes. Hey-ho. Oké, we staan bij het eerste rek om te zoeken naar een chill outfit met de kleur wit. Deze is leuk. Ik zocht gewoon naar iets chills, maar wat je wel nog leuk ook aan kan doen, maar je wel de deur uit kan. Maar wat wel gewoon lekker zit. Dit is ook wel leuk, met echt een witte joggingbroek gewoon eronder. Kan ook leuk zijn als chill outfit. Deze hou ik ook even in mijn mandje. Ja, eigenlijk zit ik denk ik naar een trui te zoeken en gewoon een lekker zittende broek. Nou ja, een hoodie. Oh, maar dit is op zich wel... Dit is gewoon zo'n jasje. Dit is misschien wel leuk. Die nemen we even mee. Oh mijn god. Dit is geweldig. Dit is chill en dit is wit. Ik wil dit. Geweldig. Dit wordt hem, jongens. Ik heb mijn witte en chill item gevonden. Dit wordt hem sowieso. Oh my god, dit was echt meant to be. Oké. Dan ga ik even doorkijken naar voor een leuke broek eronder. We kunnen fully wit gaan. Met een soort van witte joggingbroek eronder. Maar ik hou wel van een kleurtje. Dus laten we wel nog op zoek gaan naar iets kleurigs. Dit is ook wel op zich, denk ik, een leuke trui. Deze hebben we ook gewoon mee. Maar ja, het hoeft natuurlijk niet alleen blauw te zijn. Dus misschien is hier ook nog wel iets waarvan we denken, oh, dat is... Oh, dit lijkt me lekker liggen. Ik denk dat ik deze meeneem. Zie je wel? Je moet niet eigenlijk alleen van je opdracht uitgaan. Je moet ook gewoon een beetje nog verder kijken. Oh, jongens, kijk wat ik nou zie. Ik denk dat dit ook wel lekker zit, toch? Het is wel heel groot. Maar ja, dan moet het een beetje strikken. Dat kan wel, denk ik. Ik denk dat ik deze ook meeneem. Ja. Even doorkijken. Dit vind ik ook wel een leuk kleurtje. Er zit er toch nog wel iets kleurrijks in. Deze hou ik even in mijn mandje ook. Oh, mijn mandje zit al vol, jongens. Nou, ik denk dus dat dit wel heel lekker zit. Ik weet het niet. Zou het er staan? Nou, we nemen het maar gewoon mee, denk ik, hè. Maar dit is wel misschien... Oké. Ik denk niet echt dat ze willen dat ik deze nog meeneem, maar... Nou, ik wil hem toch even bekijken, jongens. Ja, ik vind deze wel leuk. Of je even wil meewerken. Zo, toppie. Hoe geweldig is dit? Dit is echt geweldig, maar ik zie hier ook, waar ik het net over had, een soort van kerstbroek. Dit vind ik ook wel echt het toppunt van chill. Maar deze is denk ik net iets te klein, dus dat is jammer. Maar deze is ook wel echt een geweldig. Oh my god, ik zie er nog één. Ik denk dat deze het leukste is bij de outfit zelf, aangezien er wit in terugkomt. Ik heb echt geluk met die trui. Kijk, ik denk dat dit een leukere outfit is. Maar dit vind ik dus wel echt meer een chill outfit, snap je? Zeker ook met dit stofje. Maar deze staat wel leuker. Als ik kan wel echt, het gaat wel om outfits maken hier. Dus nou, ik denk wel dat dit leuker staat samen. Oh, fashion. Jawel. Alleen niet helemaal chill. Chill je nou echt binnen met een muts? Ik weet het niet. Een sjaal zit natuurlijk wel heel lekker. We kunnen daar wel natuurlijk een beetje variatie in brengen. Dat we gewoon toch een sjaal meenemen. En dan denk ik in de kleur blauw. Als dit nou dezelfde kleur is als die blauwe broek. Dit kan toch? Ja! Dit is helemaal toppie. Kijk, het liefst loop ik de hele dag in chillkleding, maar... Weet je, je moet er wel... Het is ook leuk om er leuk uit te zien, maar het zit gewoon zo lekker.
hier. Ik zie dit bijvoorbeeld. Het is super lekker. Het is een beetje groot. Maar het is natuurlijk echt wel een lekker broekje. En het is wit. En dan met zo'n roze vestje. Oh, dit is ook leuk hoor. Ja, dit is ook wel echt wel chill. Nou ja, maar ik ben gewoon helemaal weg van die hoodie die ik net had. Oh, wat top. Oh, dit is ook wel leuk hoor. Deze onderkant is wel dicht. Nou, vind ik wel lekker zitten. Maar als ik dan echt een outfit moet maken, vind ik die ander wel, heeft hij wel een open onderkant. Kijk nou hoe cute. Dit is toch helemaal het einde. Oh, wat leuk. Eigenlijk wil ik dit ook gewoon doen. Dat we deze blauwe doen. Ja, jongens. Ik vind dat heel leuk. Ze zal wel denken, nou, wat krijg ik nou? Maar dit is wel leuk, dus we nemen deze ook gewoon weer mee. We zijn aangekomen bij de schoenen. En nou, ik zie heel veel schoenen. Ik hoop ook dat ze misschien wel iets van slofjes hebben. Want dat hoort natuurlijk bij chillen. Sloffen, pantoffels. Nou ja, deze zijn geweldig. Alleen jammer dat ze zo klein zijn. Dan gaan we even naar onze welbekende plek. Om alles even te hangen en te denken. Dit vinden we leuk, dit vinden we minder leuk. En dan gaan we kijken wat we gaan doen. Ik kan natuurlijk ook een grapje uithalen. Deze trui geven. Met deze bontjas. Of ja, is het echt bont. En met deze broek erbij. Dat ze dat rekje open doet en denkt, wat is dit? En dan geef ik als iets beter dan deze outfit. Zal ik dat doen? Is dat leuk? Ik wil even kijken wat Soline daarvan vindt. Dus dat gaan we gewoon doen. Ze hebben natuurlijk niet echt sloffen hier. Maar wat ze wel hebben is schoenen. En net vind ik toevallig deze. Hebben een heel lekker bondje hier binnen. Dus ja, ik vind dit wel echt de chill schoenen. En dan blijven we ook nog helemaal in dat thema van stof. Zelfs in de schoenen. Dit is toch leuk? Ja, ik vind ze leuk. Je wilt natuurlijk niet in je eentje chillen. Daar wil je natuurlijk gewoon een vriendje bij hebben. En hier zit gewoon een hele bak met allemaal knuffels. Dus we doen er een knuffeltje bij. En ik denk dat ik het wel een beetje in het thema ga houden. Dit is natuurlijk helemaal hetzelfde blauw als in die broek. En in die sjaal. Oh, deze is... Vriendjes. We gaan ze allebei meenemen. Ja. Oh mijn god. Jongens, kijk dit. Dit is toch super chill. Het zit lekker. Het is lekker warm. Het heeft ook zo'n lekker stofje. Het heeft zelfs kattenoortjes. Dit is als laatste echt nog een toevoeging aan mijn outfit. Ja, en nu heb ik echt mijn chill outfit helemaal klaar. Ik ben heel erg benieuwd wat jij voor outfit hebt. Waar is jouw outfit? Nou, ik heb een beetje heel veel items, dus ik geef ze eventjes. Het eerste item is deze superleuke trui, wat echt voor jou is. Zag je deze echt al aandoen, weet je wel? En dan gewoon met nog een chill broek. Ik gewoon deze bootsen eronder, want dat is natuurlijk helemaal... En nog deze knuffels erbij, anders natuurlijk niet alleen wat chillen. Blij mee? Ja. Oké, dankjewel. Hier is jouw outfit. Oh, dankjewel. Dankjewel. Nee hoor, je echte outfit zit in je pas op. Oh man. Ik dacht dat. Ja. Hoe zeg je nog? Ja. Leuk. Ik vind deze trui wel heel lekker zitten. De oortjes. Echt poezenoortjes. De schoenen, ja. Ja, ik dacht, zit er gewoon in je bondje in. Ja, bondje in. Ik dacht dat die broek er wel overheen zou vallen. Ja. Maar dat is jammer. Nee, dat is net niet. Sorry, de broek is gewoon niet echt. Maar zit die lekker? Hij zit wel lekker, moet ik dan eerlijk zeggen. Dan is het een chill outfit, toch? Rekken, strekken. Mijn opdracht was wit in het outfit. Ja, nou. Ik zag eigenlijk al gelijk in zijn trui. En ik kom ook wel een beetje terug in de broek. Zeker. Dus op zich, het is wel geslaagd, denk ik. Ja, en zoals jullie kunnen zien was mijn thema of opdracht blauw. Dus dat is ook denk ik wel gelukt. Ja, ik vind het wel een lekker outfitje. Ja, zeker. Zijn ja, echt leuk. En die schoenen, ja, ze zitten zo lekker. Ja, je kan er veel over zeggen. Je kan er echt van alles over zeggen, maar ze zitten gewoon zo lekker. Vergeten, Soline. De knuffels! Oh,
Oh mijn god! Ja, het was natuurlijk een beetje een grapje, maar we kunnen... maar we kunnen ze niet alleen laten. Nee. Ah, ook helemaal een thema blauw zelfs nog. Helemaal leuk. Dit is geweldig. Nu kan ik echt gaan chillen. Ja, nu kunnen we echt chillen. Ja. Ik vond het super leuk om voor Charlene een chill outfit te zoeken. En volgens mij is het ook wel gelukt. Ja, ik vond het ook super leuk. En nou ja, het zit lekker. Ik vond het een leuke outfit challenge. Als je deze video nou leuk vond, doe zeker een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Bedankt voor het kijken. Ja, doei doei!